Goed luidjes, van harte welkom terug bij Ga Mie Meneer, Nederlands en België. Benelux, favoriete memorijshow. Hey. Oh nee, Squidward laat bloemetjes achter bij Minecraft map van een kijker. Kijk, weet je wat daar een grote rol speelt? Nostalgie. Weet je wat je eigenlijk niet moet doen met nostalgie? Het terug opzoeken. Want je beeld zal voor altijd verpest worden. Vroeger als kleine jongen speelde ik een strategiespelletje genaamd Z. En dat ging over robots, dat je moest battelen, et cetera. Een aantal jaar geleden kwam dit spelletje op Steam. Dus ik zat van, hey, ik kan mijn jeugd herleven. Dat had ik niet moeten doen. Ik kocht het spelletje en kwam erachter dat het spelletje eigenlijk heel beroerd in elkaar zat. En is dus eigenlijk mijn hele nostalgische beeld van die game is footsie gegaan. En dat vind ik zonde. Naar de zon met Corendon. Nee joh. Naar de kronks met Corendon. Hey joh. Naar de snackbar. Ik wil graag één kronk. Lekker kronkie. Ik maak voetbalshirts in mijn vrije tijd. Dit zijn mijn shirts voor... Gaan we hem neer? Oh, eerlijk gezegd, die zijn nog helemaal niet zo slecht, joh. Nou, weet ik niet of ik uiteindelijk gesponsord zal worden als door de Adidas. Maar ik vind ze er echt helemaal niet zo slecht uitzien. Ik ben eigenlijk aangenaam verrast. Ik ben Game Meneer aan het kijken. Iemand komt naast me zitten en vraagt, wat ben je aan het kijken? Ga me hem neer. En wat is ga me hem neer? Well, listen here, you little fif. Nee, maar dat is goed. Kijk, want die persoon vraagt zich nu af van, hey, het ziet er geinig uit. Wat ben je aan het kijken? Wat is dat? En dan kan je me erover uitleggen en je kansen binnenslepen, zeg maar. Ik wilde bijna zeggen, dit voelt een beetje als een pyramid scheme. Ah, fuck it, weet je. Hark ze binnen. In de laatste Ga Mie Meneer had je het over wie er nog Latijn gebruikt. Ik doe zelf gymnasium en kan vertellen dat het erg helpt bij andere talen, omdat er heel veel uit Latijn komt. In het Nederlands bijvoorbeeld woorden als datum, dagtekening, of parasol, onder, zon. In het Engels explain, komt van explanare. Ik kan nog wel een tijdje doorgaan. Dus als je denkt dat niks meer met Latijn kan, dat is dan bullshit. Daar komt heel veel vandaan. Maar het is een beetje afgeleid van, zeg maar, het geintje als in tieners die op de middelbare school zitten en in de wiskundeklas zitten van, hey man, ik ga wiskunde toch nooit gebruiken. En in de toekomst blijkt je dat heel veel te gebruiken. Dat is, zeg maar, een aftakking van dat geintje. Blijkbaar bij mijn geintjes dus ook meerdere lagen. Oké, goed. Don is stiekem fan van Harvey. Als hij op mijn shirt zou staan, zal ik dat met volle trots dragen, joh. Perfect. Als wij schapen tellen, als we niet kunnen slapen, wat tellen schapen als zij niet kunnen slapen? Tellen ze zichzelf toch gewoon niet? Waarom niet? YouTube. Jouw tube. Uw buis. Uw cilindervorm. Zal ik je een irritatie vertellen over waarom mensen YouTube zeggen? De tube. Er is een verschil tussen Brits-Engels en Amerikaans-Engels. Amerikaans-Engels wordt vaak gezien als de versimpeling van het Britse Engels. Maar Brits-Engels zeggen dus tube. Ja? Amerikaans-Engels zegt tube. Uiteindelijk treed ik heel erg in detail in iets wat er uiterlijk helemaal niet toe doet. Maar ik vind het wel een interessante gedachtegang. Dus veel mensen in Nederland zeggen dus YouTube. Ja? Dat heb je vaak genoeg voorbij horen komen. Terwijl over het algemeen spreken zij, wanneer ze Engels spreken, Amerikaans Engels. Maar dan zou je eigenlijk gebruik moeten maken van YouTube. Dus als zij zeggen YouTube, zouden ze eigenlijk voor de rest van hun Engelse uitspraken de Brits-Engelse versie moeten kiezen. Dus in plaats van bijvoorbeeld motorkap, heb je in het Brits-Engels heb je bonnet, maar heb je in het Amerikaans-Engels heb je hood. En zo zouden ze dan zou je een kant moeten kiezen van welke variant van Engels ga je kiezen. En die moet je dan aanhouden. En eigenlijk, omdat zoveel mensen tube zeggen, zouden ze Brits-Engels moeten handhaven. En dat doen ze af en toe niet. En dat vind ik interessant. En dat doet er uiteindelijk helemaal niet toe. Zeg het, Don. België, Noord-België's favoriete memorijshow. Hey, iedereen is blij. Hey, voor een keer. Nu zijn we gewoon Benelux. Hey, wat komt er na 360? 1. Je bent aangenomen bij Xbox. Het zou zoveel simpeler zijn geweest als ze inderdaad gewoon 1, 2, 3, 4, et cetera. Maar, of gewoon daar compleet vanaf. Weken. Het is nu een beetje verwarrend, inderdaad. Vraag maar af wanneer je PC 2 uitkomt. Oh ja, dat zag ik voorbij komen. Zo'n Instagram meme account.
Die begon me te feliciteren op mijn foto uit 2013. Van hé, hey, 100 volgers. En toen een hele rits aan en felicitaties. Dank jullie wel, Instagram jongens. Wat zijn jullie toch leuk. Mensen die Engeland zeggen wanneer ze het Verenigd Koninkrijk bedoelen. Ik. Het Verenigd Koninkrijk zit vervelend in elkaar, man. Want je hebt er zoveel verschillende benamingen voor. Kijk, want dus Groot-Brittannië is dus deze paarse cirkel. Dat is dus Engeland, Wales en Schotland. Maar dan heb je de United Kingdom of Great Britain en Northern Ireland. Dus dat is dan het Verenigd Koninkrijk met Noord-Ierland erbij. Maar dan heb je Ierland is apart. Maar als je Ierland er wel volledig bij rekent, dan zijn dat de British Isles. Godver! Make a choice! Hey, waarom heb je stiften naast je bed? Omdat ik soms mijn dekbed overtrek. Hartstikke goed. Wie de fuck gebruikt er nog Latijn? De paus in Rome. Am I a joke to you? Nou, niet persoonlijk, maar ja, wie van ons... Als een van jullie de paus wordt, dan neem ik alles terug. Alhoewel, ik legde net uit dat het een layer joke was. Die Deutsche fans werden immer vergessen. Wir sind auch in riesen Anzahlen da. Dafür werde ich mich entsetzen. Für alle Deutsche fans... wir wollen auch mal genannt werden, wenn ihr unsere Deutschcoaters unterstützen wollt. Opvoten bitte. Vielen Dank voor eure Aufmerksamkeit. Ik hoop dat mijn uitspraak een beetje oké was. Ik heb al een hele lange tijd geen Duits meer gesproken. Oh, Jesse Klaver. Hier staan onze plannen van... Oh, nee, dat zou ik ook wel niet doen. Ik zou niet een heel land proberen te... sturen vanuit dat boek. Nee. Het is Acid die boos wordt op Don zijn intro. Volgende video. België, Noord-Belgisch favoriete Mees Marijs show. Coincidence? I think not. Coincidence. Ik kijk niet zijn video's. Don op 40-jarige leeftijd. Kon ik maar zo'n baard groeien. Ik moet zeggen, akelig goed gesoept. Ook al verwacht ik dat dit niet gesoept is, maar gewoon een filter overheen is gesmeten. Want wie kan er tegenwoordig nog photoshoppen? Petitie om nog een keer met de oude D&D-groep naar Centerparks te gaan. Ja, zullen we het even niet doen? Last time I checked, there's still a pandemic going on, by the way. No, thank you. Laat dat eerst maar even voorbij waaien. Even ook gewoon. Laat dat maar voorbij zijn en dan, sure. Staat dit nog op de planning, is de vraag. Hey Jaden, er is nog steeds een pandemie gaande. Heb je wel eens naar buiten gekeken? Mij niet bellen, joh. Er is nog steeds een pandemie gaande. Dat. Pandemie. Wees gezond. Droevige memerijen. Droevige memes. Is niet hetzelfde. Maar komt enigszins wel overeen. Don in een Disney film. Verrek. Laat het gaan, joh. Zet mij neer als... stemacteur. Ja, ze gaan toch mij nooit benaderen, joh. Minecraft? Nee, joh. Nee. Tarkov. Oh. En jullie moesten eens weten hoe goed die game is. Jullie moeten gewoon... Het is gewoon zo'n goede game. Stemwijzer. Er moet extra belasting komen op het kopen van vlees. Oh ja, eens. Naar links. Ik deed naar rechts. Naar links. Boerzoekvrouw is eigenlijk ook maar gewoon Temptation Weiland. Wie kijkt er nog tv? Boomers. Liberalen. Ik haat het wanneer een quote naast mij wordt gezet die ik nooit heb gezegd. Flirty raket. Ah, dat is het internet voor je. Frik. Me standing over an NPC at 3 a.m. I took care of that quest for you. Het is midden in de nacht, joh. Zoek even een timing. Nee, dat doen we niet aan in videospelletjes. Midden in de nacht? Nee, joh. Ik verwacht dat jij er staat op elk tijdstip van de dag. Zodat ik dat ene boek kan afleveren die 2 meter verderop was. Die je zelf zou ook wel had kunnen pakken. Maar voor een of andere reden die quest aan mij gaf. Zodat je me uiteindelijk 100 gold kan geven. Terwijl je die 2 meter zelf kon lopen en 100 gold kon besparen. Luie zak. Drawing like these in textbooks are one of the things I miss most from school. You son of a bitch. I told you I'd do it. You're next. Het maakt het ineens stukken leuker. Hoe kan dat nou? Worst she can say is no. Ew. De ew is the worst. Dat is the worst. De nee valt eigenlijk nog best wel mee. Maar de ew. Ah.
Anyhow, bedankt voor het kijken naar deze editie van Gamiem Neer. Volgende week zijn we er gewoon weer. Gaan we gewoon weer naar plaatjes kijken, joh. Wordt leuk. Bedankt voor het kijken. Weer twee andere video's zien. Druk op de knoppen naast mij. Wil je merchandise? Ga dan naar www.gamiemneer.nl. Zie ik jou graag de volgende keer weer. Doei!